Ik ben Anton van Meegen van de Oliehandel en ik vind dit een verdomd mooie motor. Schipper van der Vlist, wat heeft u voor motor? Een MWM, een RH348 SU. En wat is het vermogen? 580 pk op 375 toeren. Schipper van der Vlist, hoe lang moet dit nou? Normaal gesproken tot 100, of tot hij oliedruk hebt. Nou, ik vind het nou al lang genoeg hoor. Dan ben ik blij, dan stop ik ermee. Hoe is het varen met deze direct omkeerbare motor? Nou, eigenlijk niks anders met een koppeling. Iets verder vooruit denken. Het is niet van, ik ben er, ik ga het op achteruit doen. Ik ben er dadelijk, dus ik begin er vast aan. Hoe lang duurt het ongeveer om van voor naar achteruit te schakelen? Ik heb geen idee. Dat heb ik nooit zo haastig nodig gehad. En daar gaat het ook om, dat je die haast niet nodig hebt. Een motor met geduld, die behandel je ook met geduld. Het hele machine loopt rustiger als motoren van deze tijd. En die rust vind je theoretisch terug bij de schipper. Zijn er bijzonderheden aan de motor? Ja, niet heel bijzonder. Er zit geen turbo op, het is een motor zonder oplading. Wel met lichtgewicht zuigers. En voor de rest moet er heel veel tijd en liefde aan besteden. En waar bestaat die tijd en liefde uit? Het geduld hebben om als je 's ochtends gestart hebt, niet gelijk het gas erop. Maar even met geduld en beleid een vaart erin brengen. En dan heel veel onderhoud en af en toe een beetje een sleuteltje ergens langs halen. Zo om de 2,5 uur ben je toch beneden. Je maakt je rondje en zie je wat, dan repareer je dat. Thank you.
vind het nou al lang genoeg, hoor. Daar ben ik blij mee, daar stop ik ermee.